En dan het moment. Het is niet mijn keuze en ik ga ook niet kijken. Maar wat een vreselijke overtreding en wat een drama voor Kokmeijer. Boazan, gefrustreerd omdat Sparta geen penalty kreeg. Doet dit. Dit is... Oh! Een enorme pechvogel, want in maart 2001, tijdens de training van zijn toenmalige club Volendam, brak hij ook al zijn been, dubbele beenbreuk. Hij had toen al getekend voor Heerenveen en kwam lang niet aan spelen toe, 13 maanden. Hij kwam terug, hij kwam heel goed terug. Hij deed het fantastisch bij Haarlem en nu was hij ook weer heel goed bezig bij Go Ahead Eagles. Niels Kokmeijer, dubbele beenbreuk, wordt geopereerd. Het allerbeste, we mogen hopen dat je zo snel mogelijk weer terugkomt en gaat voetballen.